Natuurlijk weer aan u voorstellen. Voor de Derek Crossers, Nick Smit. Voor de Flying Bikes, Sven van Brummelen. Voor de Lofsprinters, Keanu van Vlimmeren. Maar die kan er ook wat van. De Flying Birds met Melvin Kerstholt. FCC Nuland, Jesse de Veer. Voor de Rapid Wheels, laat je horen Rapid Wheels, voor Jaden Drent. Dan FCC Nuland met Steve van Schijnel. En last but not least, voor de Lofsprinters, Rocco Meijhuis. Succes. Zijn we van start hoor, met de mannen in de categorie 8 jaar oud. Er is een Rapid Wheels die goed vertrokken is, maar ook een Lofsprinter is dan goed vertrokken. Aan de binnenkant de Rapid Wheels, Jaden Drent zit in de binnenkant, maar moet genoeg gedaan met de tweede plaats volgens mij. We zien Steven Schendel helemaal buiten omfietsen, de 494. Oh, rijdt daar eventjes door de elleboog van de 985. Rocco Meijhuis. Meijhuis en Van Schijndel gaan daar zij aan zij. Wie gaat er eerst de bocht in? Het is Van Schijndel. Van Schijndel neemt daar de leidende positie in handen. Dat is de tweede plaats van deel voor de Lofsprinter, de 985. Het is Rocco Meijhuis. En daarachter Jaden Drent op de derde plaats. Maar helemaal voorin is een Steven Schijndel die daar shoulder to shoulder fietste met de Lofsprinter Rocco Meijhuis. Maar het is inderdaad Steven Schijndel die Drentskampioen 2015 wordt in de categorie jongens 8 jaar.